Goedemorgen allemaal. Vandaag is de grote rekendag. Maar ook de internationale dag van het potlood. Dus wat gaan we dan tekenen? Ik denk dat jullie het al weten. We gaan de potlood tekenen. Doe je mee? Ja, het is de dag van het potlood. Ja, dan kunnen we gewoon het potlood tekenen natuurlijk. Het potlood is niet zo heel moeilijk. We hebben de punt. En dat gaat zo. Hop. Zo. En aan het eind. Zo, zo. Oh, ik moet wel even goed tekenen. Zo, nou, dit is al een aardig potlood zo. Hè? Dan zou je kunnen zeggen van, heb ik deze donker. Schaduw. Deze iets lichter en zo. En dan doen we hier ook wat schaduw zo. En misschien was die zonder schaduw nog wel beter. Een potlood. Ja, het is vandaag ook de rekendag. Nou ja, rekenen. We kunnen dan wel sommetjes gaan tekenen. Maar... Of een rekenmachine. Oh, dat kunnen we misschien wel doen. Even een rekenmachine. Oh, dat doen we doe ik altijd heel simpel weergeven. Zo. Schermpje. Anders denken ze weer dat het een telefoon is. Dat is het niet. Het is een rekenmachine. En dan zetten we er gewoon knopjes op. En natuurlijk zijn het er niet zoveel als bij echt de rekenmachine. Want we moeten het simpel weergeven. Maar iedereen ziet hierin een rekenmachine. Een schaduw. De knopjes iets te bovenop liggen. Goed. Ook hier kan je dan zeggen van, nou, het licht komt nu van die kant. Dus dan moet het aan deze kant schaduw zijn. Hè? Hieronder weet je zo. Ja, nog kan ik kiezen om hier zo'n streepjes in te doen. Een rekenmachine. Goed, ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.